glas op straat, een lampje, een kapotte regenpijp en een scheef hek. Het is nog goed te zien dat het ongeluk hier op straat gebeurde. Het ongeluk dat werd vastgelegd door de camera's van Ad Geers. Wij zaten hier zo zaterdagmiddag op de bank. We waren klaar in de tuin. We wouden net gereed gaan maken om weg te gaan. En ik hoorde ineens bandensporen. We kijken naar buiten en ik zie iets voorbij vliegen. Mijn vrouw zat daar, die zag het op een scherm. We zijn gelijk buiten gaan kijken. En dit is wat er op dat scherm te zien was. Een auto die met hoge snelheid uit de bocht vliegt. Die is hier rakelings overheen gegaan. Heeft mijn hek daar geraakt, de muur en de auto van de buren. Nou, dit is wat er over is van de auto. Ruitensproeier, vloeistof en mijn kentekenplaat. Dat is alles wat ik er nog van heb. Kees Baremans had zijn Mercedes net een jaar en had hem helemaal opgeknapt. Ja, gewassen en onderhouden en netjes houden. Dat was eigenlijk ja, gewoon een stukje hobby. En dat is nou in één klap weg en dat is echt een bittere pil. De mannen hopen nu dat de gemeente de weg aanpast, zodat er nooit meer zo hard gescheurd kan worden als deze meneer deed.